Holy Ghost troops. You make me happy, you make me whole, you take the pain away. I'm so in love with you. Dit is Pastora's Vlog. Goedemorgen allemaal, welkom bij Pastora's nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik kom van de early morning glory. Ik moest gewoon een douche nemen. Het was gewoon powerful. Het was zo krachtig. De Heilige Geest heeft zo machtig bewogen. En vandaag is een hele bijzondere dag. Weet je waarom? Want vandaag is de laatste dag van het vast. Sommige mensen zouden zeggen, oh Pastora, nu kunt u lekker gaan eten. En life is getting back as normal. No, it's not. We're going into the supernatural of God. And I'm so excited. Echt serieus. I am just so full of expectation. And the Bible says that the expectation of the righteous shall never be cut off. Het is woensdag. En Reverend en ik gaan even een paar boodschapjes doen. Zometeen heb ik een rapportgesprek voor mijn dochter. Mijn oudste dochter. En only good news. Gelukkig zijn mijn kinderen allemaal over. Dus prijs God daarvoor. En wat is er vandaag? Vandaag is een Bijbelstudie. Hoe was het gisteren? Gisteren was awesome. Het was op de hoek. Echt, God heeft echt machtig bewogen. En het was een geweldige afsluiting van het vasten. Waarom zegt hij doe het niet? In obedience. In gehoorzaamheid. Receive the strength. Ontvangt u kracht. Most of the time. En heel vaak. You know it is not good. Weet je dat het niet goed is? When you walk away. En wanneer je wegkomt. Then you see that. Dan ziet u. Something just takes you over. Yes. Dat u overwinning heeft behaald en iets heeft u overgenomen. That means. Dat betekent. It was in you. Dat u het niet was. That's why the Bible says. Daarom zegt de Bijbel. Sin. Zonde. Romans 6 verse 14. Romeinen 6. It says sin. Zonde. Shall not have dominion. Heeft niet langer meer heerschappij over u. For you are no more under the law. Want u bent niet meer onder de wet. You are under grace. Maar u bent onder genade. Grace. Genade. His ability. Zijn kunnen. His favor. Zijn gunst. Is upon you. Is op u. You flow in that dimension. En u vloeit in die dimensie. Are you getting what I'm saying? Hoort u dat wat For ik zeg? For sin shall not any longer accept dominion over you. Since now you are not under the law as slaves, but under grace, as subjects of God's favor and mercy. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? It is very important. Het is heel erg belangrijk. That we begin to see. Dat we beginnen te the zien. The things that happen to us. De dingen die ons gebeuren. Most of the time. Heel vaak. We bring it to ourselves. Brengen we zelf op onszelf. Even Job. Zelfs Job. Even though he was plagued. Ook al werd hij geplaagd. He wasn't cursed. Hij was niet vervloekt. Attack. Hij werd aangevallen. Dat is niet. Maar dat betekent niet. You are cursed. Nou, we hebben een lekkere, gezellige verjaardag. Zuster Vivian is jarig. Zuster Vivian is jarig. En Ezrien is jarig. De wonderbaby. En we hebben een gezellige, gezellige fellowship in de tuin. En de kinderen zijn lekker aan het spelen. Zora, hoe gaat het met u? Ja, goed. Het is gezellig. We zijn met de leiders hier. SGN zijn jarig aan het vieren. En die van zuster Vivian natuurlijk. Dus we zijn even jeugdsentimenten aan het ophalen. Hoe we een pak slagen hebben gekregen op de Surinaamse wijze. Kortom, we zijn lekker aan het genieten. Nee, dat ga je toch wel lachen. Ik heb 7 jaar op SRM moeten wachten. Wow. En SRM is uit een dichte eileider gekomen.
na 7 jaar. Wonderbaarlijk. Zwangerschap was heel heftig. Echt gewoon dat ik dacht van, ga ik dit wel overleven? Echt, ik wil God gewoon op mijn blote knieën bedanken. Dat als zijn instructies er niet waren geweest en hij dus niet had gesproken, dat ik waarschijnlijk op de seconde na misschien wel te laat geweest om haar levend ter wereld te kunnen brengen. Het is de genade Gods dat zij levend ter wereld is gekomen. Hoe wonderbaarlijk haar komst is en haar leven is. En dat we God echt deze week gewoon super danken en dankbaar zijn voor haar leven. Want ze is een wonderkind. Zo, we zijn in het centrum van Amsterdam. We gaan evangeliseren. Kijk, daar heb je Pastora. Maar heeft u er zin in? Heel veel zin in. Night evangelism is the best. Amen. We zijn in het centrum van Amsterdam, zoals jullie zien. We zijn met een hele grote groep. Mama Jacinta en broeder Myron. Zuster Bernadette zitten bij mijn groep. Zuster Bernadette, we gaan vandaag evangeliseren. Is dit de eerste keer dat je met ons meegaat? Ja, de eerste keer. En dan meteen nachtevangelisatie. Ja. Geweldig. We zullen het zien. We zijn in groepen verdeeld, we zijn echt met heel veel personen. Het is belangrijk als je met iemand praat dat je het over je levenservaring hebt. En dan hoef je eigenlijk niet meer te doen. Je hoeft niet na te denken van, wat ga ik zeggen? Dus, en dat heeft hij gedaan. Dus wij luisteren echt. Dus. We hadden het net over volharding. Even, je gaat gewoon door. En dat is het. Ja, ik moet ook mijn leven veranderen. Ik moet snap je, stappen nemen en zo. Amen. Anders blijf je maar stilstaan. Snap je? En de devil is een liar, dus we fighting. Halleluja! Yes. Evangelisatie is voorbij. Maar hoe was het? Het was echt awesome. Echt, ik heb iedereen die ik heb aangesproken, die weet gewoon dat Jezus leeft. 100%. Het was zo vet. Ik bedoel, en weet je, de Bijbel zegt de oogst is rijp, maar de arbeiders zijn weinig. En dat hebben we vandaag echt meegemaakt. Als jij gewillig bent en jij gaat de straat op, echt, er zijn mensen daarbuiten die nog nooit over Jezus hebben gehoord. En ja, ik heb zelfs met een chirurg gesproken. Die gewoon zoiets had van, Jezus, alsjeblieft hoor, dat is niks voor mij. Ik ben goed geschoold, weet je, ik heb geen religie nodig. Maar nadat ik met hem had gesproken door de kracht van de Heilige Geest, had hij echt zoiets van, wauw. This is something else. Dus ik ben God heel erg dankbaar dat we de gelegenheid hebben gekregen. Het is een voorrecht om te mogen evangeliseren. Het is niet een moeten, maar een voorrecht. En ja, ik heb gelist. Het was echt awesome. En wat ik ook mooi vond is dat heel veel mensen waar u ook mee sprak, hun leven daadwerkelijk aan de Heer hebben gegeven. Dus de mama vertelde dat de mensen aangeraakt werden en open stonden. De harvest is plenty. Liberals of few, maar wat er ook gebeurde is dat mensen terstond hun leven aan de Heer gaven. Amen. We kwamen een man tegen met een jointje in zijn hand, waarvan je zou denken, had echt een lang dikke ketting om. En je zou denken van ja, die man, die moet er niets van hebben. En dat dacht ik zelf ook, hè. Ik dacht van, ja sorry, waarom zou ik hem aanspreken? Hij ziet er echt uit als een of andere pooier en die wacht gewoon tot hij zijn geld krijgt. En hij is gewoon tot bekering gekomen. Hij is gewoon tot bekering gekomen. En hij zei van, wauw, ik heb God nog nooit zo gezien. En hij gaf zijn leven aan Jezus en hij vroeg ook echt gelijk waar de kerk was. En ik had echt zoiets van, wauw, weet je, don't be fooled by what you see. The Holy Spirit is doing a work. En als jij jezelf daarvoor openstelt, everything is possible. Amen. En we zijn hier met alle leeftijden, jong en oud. Kijk, onze jongste teller hier. Ook iemand door de Heer geleid. Ja, mama, het was geweldig, hè? Op zijn Arubaans, hè? Op zijn Arubaans. Eerst Spaans gepredikt, toen Arubaans gepredikt. Spaans gepredikt. En iemand tot de Heer gebracht. Helemaal uit Parijs is hij hier gekomen om op dit tijdstip zijn leven aan de Heer te geven. Ja, we hebben het hier gewonnen voor Jezus. Amen. Maar het was echt mooi. Die mevrouw begon te huilen. En ze zei, ik weet niet wat, wat er gezegd was, maar ze begon te huilen. Ze heeft de leven uit Christus gegeven. Ze voelde gewoon leeg. Weet je, heel veel mensen voelen zich leeg. Maar je moet het, als christen moet je het evangelie prediken. Als je zielen wint, ben je wijs. Iemand moet het horen. Je kan niet verliefd zijn op Jezus, maar het evangelie niet prediken. Then you have to check yourself. Amen. Ja, dit is een evangelisatieteam. Ik heb helemaal mijn haar wel. Dat is een geweldige avond. Ik kwam met een man tegen. Met een jointje in zijn hand. No man can put asunder. Reverend and pastor. In love like two birds. Halleluja! Glory! Holy Ghost troops.
om haar hier naartoe te krijgen. Nou, surprise. Ik dacht, wat is dit nou weer? Dit is zo best. Oh, maar kom wat die doet. Oh, super lief. Nou, wauw. Dus dat heb ik ook aan. Holy Ghost Troops. Surprise. Wauw. Precies waar ik van hou. Ja. Nou ja, aangezien je geen kleur kon kiezen, hebben wij het maar gedaan. Nou, het is een bachette. Dus ja, het is een beetje een andere bachelorette dan zeg maar verwacht, omdat je plotseling zeg maar een huis kreeg. Ja. Dus deze morgen waren we nog eigenlijk in overleg van hoe gaan we dit aanpakken. Maar we hebben gewoon alles gekocht. Gewoon nodig hebben voor het huis. Ja, super lief. Ik ben helemaal geschrokken. Dus was super als de eerste overhandiging buiten alle dingen van het huis krijgen, zeg maar, voor persoonlijke dingen. Ik ben echt super geweldig. Ik ben echt dankbaar. Dankjewel. Heb je nog een beetje. Ja, ze zegt een shock. Ja, ze zegt een shock. Jullie hebben ook maar die dingen op jullie opgebonden. Maar snap je nou, dit zou ik nog nooit doen. Ja, ik keek al. Ja, zo. We komen ze maar ook om te helpen. Wauw. Ja, dus vandaar dat we er zijn. Ja, voordat we overgaan natuurlijk in alle... Ja, dit wordt ook nog wel een zus vriend. Wauw, dat hadden we echt nodig. Voordat we daarin overgaan, ja, dachten we dat het wel leuk is, zeg maar, dat je gewoon een beetje kijkt wat je hebt gekregen. Binnen één maand krijgen jullie het nieuws te horen. Binnen één maand natuurlijk. Wees jezelf ook voor. Preparation for marriage. Preparation. Sasha all, full body. Welcome to the club. Ja, dit is goed. Kom maar even. Heel belangrijk, Cecilia. Lijstje. Keep it white. Vind je de kleur wel mooi? Dit is gewoon een heet ik die nagellak gaan zetten. Ja. Inderdaad. Maar dus dat. Oké. Nice. Ja. En dit? Oh, sugar. Mooi. Sugar and spice. Sugar it up. Dat is deze kleur. Wow. Dat is de ene. Super gaaf. Ik vind het echt mooi. En dan, ik hoop dat ik echt dan die andere kleur pak. En dan heb je zeg maar. Ja, en dit is die andere kleur. En dan zeg maar, dit zijn die kopjes. Dan heb je dus ook dezelfde kleur in deze formaat. En de borden. Oh wauw, ja, ik zie en het. Ja, dus dan heb je deze kleur. Wow. Dus vier van die mint. En dan ook in die borden heb je dat ook. Wow. En dan heb je zeg maar, even kijken. Dus kopjes, longdrinkglazen, korte glazen. En die zijn gewoon met de spikkels allemaal in deze kleur. En dan, dit is dus gemixt. Maar dat is wel leuk. Dus als je dekt, dan kan je onder. Ja, precies. Snap je? Dus, en het kwam eigenlijk allemaal doordat wij... Eén ding? Ja, omdat we dit hebben gepakt. Hey, we hebben al. Ja. Mooi. Zo, zus, je weet al wat de kleur is van je kamer. Ja. Ja, ik denk voor het huis, want daar gaat wel door. Mooi. Trek hem helemaal door. Ja. Oké, dit ga ik even later doen, want er zijn mannen hier aanwezig. Wil je dat? Ja. Dit is zeg maar. Wauw. Heel leuk is dat. Met die dingetjes pak je zo. Kijk, we hebben de handdoeken zeg maar ook in deze kleur gedaan. Wauw, geweldig. Zeg maar gecombineerd gewoon met wit. Ja. We wilden het liefst zand, maar dat was niet aanwezig. Dus nee, is oké. Okay, dus toen dachten we, nou ja, misschien moet je wel zand erbij doen. Ja, ga ik. Dan is hij helemaal compleet gewoon, zeg maar. Ik ga precies deze kleur. Even kijken. Ja. Oh, jullie hebben echt... Dit is een douchemat. Ja. Oh, wauw. Die heb ik ook. Ja, dat is een ja. Even liggen. Ik kan ook de twee kanten draaien. Wauw. Dat is een douchemat. Maar ja, dat je misschien wel op je lijst kan zetten voor je collega's, denk ik. Oh ja. Dat misschien wel leuk is, zeg maar, dat je zoiets hebt voor de wc en, snap je? Voor ja. In diezelfde toiletmatje. Ja, ik zal er voor de kleuren, zal ik foto maken. Ja, dit zijn de borden. En die zijn dan echt in dezelfde kleur. Wow. Super mooi. Ja, en, ik ben echt blij. Wow. En dan zeg maar ook die zandkleur. Ja, wow. Dat is even iets praktisch. Ja.
eten. Oh ja, grote borden en kleine borden. Nou, geweldig. Dus 8 grote borden, waarvan 4 mint, 4 zand. En dan 8 kleine borden, zeg maar 4 mint en 4 zand. Ja. En je kan, wat wel leuk is, want daar hebben we al over nagedacht, dat je zeg maar... die koppen kunnen dan een andere kleur hebben, dus je kan helemaal mixen. Ja, dat zoals kan je helemaal goed. Ja. Display IKEA. Nou, ik vond het eigenlijk een mooie tafel. Ja, ik hoop het. Nou ja, dit is de wasmand. De kleur. Wauw, ik vind het mooi. Nee, dit is de... Nou ja, daar kan je kleding in gooien, hier kan je mee lopen. Ja. En nu gaan we over naar persoonlijke dingen, dus de mannen mogen eruit. Ja. Dat is leuk. Doei. 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 Ik wil iets zeggen, dankjewel iedereen. Ja. Dat jullie zo lief zijn geweest voor Eliza. En ja, God zegen jullie allemaal. Amen. Amen. We willen natuurlijk niet dat je wegverdwijnt uit je, met je... Oh, wow. 20 juli zijn jullie welkom om met ons te vieren. Het wordt een mooie dag. Amen. En neem vrij van werk als het kan. Het wordt gezegend. Amen. En ja, alvast bedankt voor het komen. Harten uitnodigen, jullie zijn welkom. En ik geloof ook gewoon dat God die dag gewoon machtige dingen gaat doen. Omdat ik bepaalde gebeden heb gebeden. Dus ik vraag jullie als broeders en zusters ook te staan aan die dag. Zodat zielen gewonnen worden die dag. Dus ik vraag jullie om met een biddend hart te komen, vol verwachting. En klaar om mensen op te vangen, want ik geloof dat genezing plaatsvindt. Dus be ready and stand with us. Mama, wilt u even bidden voor broeders die heeft bevrijding nodig? Die laminaat is goed. Wilt u het zien? Laminatos. Bedos. Paraketos. Paralelos. Die laminaat is... Sir, Vivian maakt geen grappen. Let's ze kan haar eigen BV beginnen, kijk. This kind gado. Netjes. Hey, netjes, netjes. Huh? Gado. Netjes is niet. Bevrijders. Hey, bevrijders. Libera me. El nombre de Dios. Espíritu Santo. We zijn dingen aan het kijken voor thuis. Ik heb een nieuwe huis gekregen. Het is echt een getuigenis. Want we waren al de hele tijd op zoek naar een woning. Maar we moesten God gewoon vertrouwen voor mijn huwelijk. Want ik ga ook trouwen vrijdag 20 juli. Moesten we God vertrouwen voor een huis. En het is gewoon gekomen. We hebben op het woord van God gestaan. En ja, soms waren er wel momenten dat je even ontmoedig was. Maar ik moest op het woord van God blijven kijken. En uiteindelijk is het gemanifesteerd. Dus ik wil u bemoedigen dat als u iets van God verwacht... Kijk u naar wat het woord van God zegt. En kijk niet naar uw gevoelens. Kijk niet naar uw gedachtes. Maar houd u vast aan het woord van God. Want dat is ons echt overkomen. We hebben zoveel blessings gekregen. Maar daar ga ik nog echt een keer over getuigen. Want God is echt een getrouwe God. Papa, heeft u advies voor de mensen wat we moeten doen als je voor een huis dingen gaat kopen? Well, I just choose to accompany her to meet your man. Yeah. And we were checking the prices. I know that sometimes people go into emotional buying because you have a new house, you just want to buy stuff. But we came here today, we saw a lot of sales. The same thing that people go online to get it so expensive. But in the store itself, we discovered that there's a huge sale, especially in Merrick, like Bosch and those things. So they are getting something of quality of no price. We should understand that if you don't respect money or if you don't know the purpose of money, money will never stay in your hands. So that is one of the things that we have applied today. She got good quality things, but just for no price. And we thank God for that, that I just choose to accompany her and to help her in these things because I do budgeting. Yes, I know I'm a pastor, but I do budgeting. That is one of the things that I studied in school as an accountant. So I help people to do budgeting, even in businesses, I do that. But it is my duty as a pastor, also as a spiritual figure in her life, to help her in her finances so that she will not just spend money carelessly. It is very important. So I want to tell you guys, I love you. It's a blessed day, and we're having fun together. Me and this, my precious daughter. God bless. Goedendag allemaal. Het is dinsdag, een nieuwe weekvlog van Pastora. En het klopt, jullie hebben vorige week niet de weekvlog kunnen zien. En we hadden een wedding special. Daarom krijgen jullie nu deze week 2 weken vlog.
I mean, hè? If you do something, do it good. Wat zijn we aan het doen? We zijn een bus aan het huren. Want we zijn broeder Meijer en zuster Elijsa aan het helpen. En Reffend gaat een bus rijden, maar ik kom niet echt helemaal uit de verf ermee. Dus ik ben nu aan het wachten hoe het eraan toe gaat. Ze zijn hem daar aan het helpen, als je ziet, in de verte. En ik zit gewoon in onze eigen auto, want ja, ik vervoer zeg maar de mensen die moeten helpen met verhuizen. Het wordt volgens mij best wel een drukke dag. En ik heb vanavond nog oefening voor de generale repetitie voor de bruiloft. Dus we gaan zien hoe het deze dag gaat worden. Nou, we zijn onderweg jongens. Ik ben echt heel benieuwd. Op dit moment zijn we aan het verhuizen, de spullen aan het verhuizen. Ik was gezegend met interieur door een zuster. Ik weet dat God dit heeft gedaan, maar dit is ook een van de blessings die ik van God heb gekregen. U kunt hier, zeg maar, kijken. Alle spullen, een bank voor alles. En God is ook lief, want hij heeft ook helpers gestuurd. Maar broeders in Christus, die allemaal helpen met verhuizen. Yes. Yes. Yeah. Love you guys. Love you. We are working. Amen. We zijn aan het werken. En ondertussen is Urfano ook gearriveerd. Nog een helper. Broeder Urfano. Ja, dat zijn allemaal spullen voor het huis. Amen. Amen. Ja, en ondertussen is het busje hier naar onderweg. Reverend en Pastora zijn die gehaald. Ja, is mijn schoonbroertje en mijn broer in Christus. Ondertussen zijn Reverend en Pastora het busje gehaald waarmee we de spullen gaan verhuizen. Ik ben zo dankbaar voor mijn geestelijke ouders, voor Reverend en Pastora zelf. Jullie moeten niet vergissen, ik eer geen mensen. Ik eer God. God heeft hun gebruikt om in mijn leven ouders te zijn, zodat ik de liefde van God mag leren kennen. Dus ik ben heel erg dankbaar. En ja, het wordt gewoon een geweldige tijd. En ik ben God echt dankbaar voor wat hij in mijn leven doet. Jezus is echt groot. Jullie weten lang niet waar ik vandaan kom. Wat mijn getuigenis is. Waar ik vandaan. God heeft me echt vanuit duisternis naar het licht gehaald. En weet je, dat ik al deze dingen heb gekregen. Ik denk zo, wauw, I even deserve this. Maar God is zo goed. Ik heb de beste broeders en zussen gekregen. Ze hebben allemaal met me gestaan. Via deze weg wil ik jullie ook echt bedanken. Dat God jullie hart heeft aangeraakt om er voor mij te zijn. Love you. Ja. Nou, we zijn hier de avond voor het huwelijk van broeder Myron en zuster Elijsa. We verwachten een heleboel mensen, dus het is een flinke organisatie. We zijn nu de kerk aan het voorbereiden. Ik heb net dit bloemetje gehaald voor in mijn haar. Dat ga ik morgen aantrekken. Dus ik ben even aan het kijken hoe het zit. Maar er kan nog wel wat aan verbeterd worden. In ieder geval, we zijn nu met z'n allen hard aan het werk om de kerkzaal op orde te krijgen. En het is ook mooi om te zien dat iedereen gewoon echt volle inzet toont en dat iedereen gewoon echt gewillig is om te helpen. Dus ondanks dat we maar misschien met een klein groepje werkers zijn, in verhouding met het aantal mensen dat komen, ja, gaat het gewoon heel erg goed, denk ik. En dan hopen we dat we na vanavond alles op orde hebben, zodat we morgenochtend helemaal klaar zijn voor de bruiloft. Want we hebben er heel veel zin in. Het was een drukke week, maar we kijken er naar uit morgen. Goedemorgen mevrouw de bruid. Goedemorgen. Bent u er klaar voor vandaag? Ja, zeker. Het is 4:50 en hoe kan je dag van de bruiloft beter beginnen dan met gebed? Natuurlijk, ja. Dus jullie overvallen me. We hebben alle spullen bij ons. En we gaan deze dag beginnen met gebed. Heb je al iets te zeggen? Nee, nog niet. Dat jullie me hebben overvallen. We hebben er zin in vandaag. Ja, zeker. Het wordt een glorieuze dag. Amen. Amen. Precies vandaag zei is gewoon dat het een mooie dag is. Maar ook dat God, zeg maar, Jezus gaat bedienen tot de mensen die komen vandaag. En dat is iets, ook iets belangrijks voor mij. Want ik kom zelf ook van ver. En er was ook een dag dat Jezus me ineens getrokken had en dat mijn hele leven veranderde. En precies wat mij is overkomen, wil ik ook dat vandaag mensen meemaken. Dat vandaag hun goddelijke ontmoeting is met Jezus. Zodat ze ook zijn liefde, zijn vrede en alles mogen ervaren. En mogen zien, ook inzien dat God niet is een dictator zoals veel mensen denken. Maar dat God een liefdevolle vader is. Dus... Halleluja! Het is vrijdagochtend. En wij zijn op weg naar het stadhuis. Ik ben niet alleen. Met evangelist. We zijn allebei getuigen. Evangelist, wat zijn je eerste gedachten over deze dag? Nou, sowieso gaat het een geweldig mooie dag worden. Het weer is alvast mooi. Het is natuurlijk het is niet zomaar een koppel dat gaat trouwen. Dus je voelt wel een beetje
spanningen hier en daar. Mensen die nog niet helemaal op tijd zijn en dergelijke. Ja, dat hoort erbij. Maar ik denk dat het een hele mooie dag wordt. Ik weet dat het een hele mooie dag wordt. We hebben vanochtend een hele fijne ochtendglorie gehad. We hebben gebeden. De glorie van God is neergevallen en gaat neervallen ook tijdens het huwelijk. Dat kan ik ervan zeggen. Amen. Geen strijd, geen overwinning. Amen. Vandaag zijn we gaan zwemmen met de tieners en dat was echt super leuk. Ik heb zelf ook gezwommen. We zijn vandaag gaan zwemmen met de tieners en het was echt super leuk. Ik had wel even bedenkingen of ik zeg maar in een badpak ging zwemmen. Want ja, het is toch even je lichaam laten zien. But you know what, it is hot. Het was super gezellig. Ik ben van de glijbaan af geweest. En ik ben echt super blij dat ik gewoon zelf even weer als kind heb gedragen. Dan moet je dat gewoon doen. Af en toe heb je dat gewoon nodig. Fano, are you serious? Het regent. Está lloviendo. Torre sobre mí. Dus met de zonnebril mag ook. Er staat geen, bestaat geen wet voor. SDN ziet er gewoon fashionably uit. Gewoon met een mooie gele badpak. Die heeft ook lekker zon vandaag. Die is lekker een beetje rozig. Dus zometeen slaapt ze lekker in, zeg maar, in de auto. En hoe vond Mamske het? Het is superleuk. Heel de tijd gehad. Ja, het was echt even genieten. Ik dacht dat ik mijn hele huis moest schoonmaken, maar uiteindelijk werd het toch gewoon een zwembadtrip. Ja, gelukkig. Want zonder docenten naar het zwembad, we accepteren dit niet, hè? Niet in Gods huis, hè? Zeg maar, we komen net terug van mijn moeders huis. Het is zondag. En dat betekent het einde van Pastora's vlog. Zoals jullie kunnen hebben gezien, de laatste twee weken hadden jullie nog te goed van mij. Dus vandaar. En ik wens iedereen een gezegende zomervakantie. Doei! Yeah!